De Tour de France staat weer voor de deur. Hoe kunnen we dit jaar doping gebruiken zonder gedisqualificeerd te worden? Het voorjaar hangt in de lucht. De Tour de France staat weer voor de deur. Maar hoe kunnen we dit jaar doping gebruiken zonder gedisqualificeerd te worden? Wij gaan vandaag 3 legale manieren van vals spelen uittesten. En dat doe ik met de 2 mensen in Nederland die qua naam het meest op mij lijken. Ik ben Kefano Steijzers. En Kefano krijgt een cuppingbehandeling. Hallo Kefano, welkom. Hallo. De cuppingmethode bevordert de bloedsomloop. Onder andere Olympisch kampioen Michael Phelps zweert erbij. Hij is de meest succesvolle zwemmer aller tijden, dus er moet wel iets goed aan zijn. Este es cupping de los chinos y es para apartar la piel del músculo. Ik ben Vanesto Zijkers. En Vanesto rijdt de hele dag met een foto van Pamela Anderson op zijn stuur. Dat deed Mario Cipollini ook. Een van de beste sprinters die het wielrennen ooit gekend heeft. Pamela Anderson is door de jaren heen wel verouderd. En mijn naam is Stefano Keizers en mijn ballen worden tijdens de wedstrijd afgeknepen met een riempje. Je ballen afknijpen met een riempje. Het klinkt misschien gevaarlijk, maar het werkt echt. Bij de Paralympische Spelen is het zelfs al verboden. Maar bij de Tour de France mag het nog steeds. Wie het eerst bij de finish is, die heeft gewonnen. Klaar voor de start? Af! Wanneer je met een riempje je ballen afknijpt, verhoog je je eigen hartslag. Dit heeft een direct effect op je sportprestaties. Ik ga hem bekijken, ik wil het zien. En het is duwen daar. Hij is er nog niet. Jongen, 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 haal het uit je tenen. Ongelooflijk. Ja, kandidaten. Welk van deze 3 legale middelen van doping zou nou uiteindelijk het beste werken? Oh, is dat nu al dat is nu, nu al de vraag aan jullie. Ik denk de teelbal afknijpen. Omdat het er zo prettig uitzag. Ja. Maar je hebt niet het idee dat dat misschien ook wel mijn prestaties jouw een beetje minder zou kunnen maken? Ja, maar je hartslag ging toch omhoog? Dat klopt. Dus dat is denk ik misschien goed voor je prestatie. Dus ja, ik denk dat dat... Is dat een A, B of C of is het gewoon... Het is een A, B of C. En waar viel die onder? Dat weet ik niet. Oké. Wilfred, heb jij ervaring met een van deze 3 methodes? Nee, zeker. Die laatste die nodigt ook niet echt uit. Ja, jij houdt niet zo van ballen afknijpen, dat soort gekkigheid. Doe maar ja, ik dacht eigenlijk hetzelfde, omdat het zo extreem is dat je het bijna niet kan voorstellen dat het waar is. En ik ben nu net in een programma terechtgekomen waarvan ik ook niet wist dat het bestond. Ja, maar we gebruiken wel degelijk kloppende wetenschappelijke feiten. Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Maar het is tegelijkertijd ook redelijk extreem wat hier gebeurt. Dus in dat opzicht zou het wel eens een heel extreem iets kunnen zijn. En zou je bijna denken dat dat dan ook de reden is waarom je erbij zit. Dus mag ik meegaan met Leonie of mag dat niet? Nee, natuurlijk mag dat. Dat maakt de uitslag wel een stuk minder spannend. Ja, snap ik ook wel. Maar ik dacht het ook gelijk toen ik het zag. Ik denk, een riempje om de testicles. Ik hoor het u zeggen. Anna, hoe werkt het dan precies? Je ballen afknijpen met een riempje? Het werkt vooral bij mensen die bijvoorbeeld verlamd zijn vanaf hun middel... en die hun onderlichaam niet kunnen voelen. Die kunnen eigenlijk pijn toebrengen aan hun onderlichaam, waardoor hun lichaam wel reageert, maar zij de pijn niet ervaren. En je testikels afbinden is dus één van die methodes. Je hartslag gaat omhoog en je bloeddruk gaat omhoog en je zuurstofinname neemt toe. En dat is weer goed voor je sportprestatie. Maar dat geldt dus niet voor valide sporters, begrijp ik? Nou, dit is inderdaad een beetje de vraag, want jij bent geen invalide sporter. Jij voelt je onderlichaam wel, dus jij voelt waarschijnlijk ook wel je ballen als die afgeknept worden. Dus dat zou weer juist heel erg kunnen afleiden. Laten we gaan kijken naar het resultaat. Woo!
dus. Ja, ik vond het ook goed. Ik vond dat jullie het intelligent aan het analyseren waren. Heel wetenschappelijk benaderd allemaal. En inderdaad, hoe kan ik dit programma nou beginnen zonder iets te doen met de riempje en met teelballen? Dus. Mag ik wodka misschien?